Wij houden de filmliefhebbers gezelschap tot rond de klok van 1 uur. Want om 11:15 gaat de Belgische speelfilm Springen van start. En nu eerst opschudding en spanning aan de Amerikaanse kust, waar een mensenetende haai de kusten onveilig maakt. Dat ziet u in de speelfilm De Zomer van de Witte Haai of Jaws. En nu de Belgische speelfilm Springen, gedraaid in 1986 door Jean-Pierre de Dekker. We nemen u mee naar Semper Vivax, een luxueus kasteel waar gezonde bejaarden stokoud worden, dankzij de droom- en illusietherapie die wordt omgezet in werkelijkheid. De meest bizarre en fantastische spektakels worden realiteit, maar tussendoor worden echte moordplannen gesmeed.